Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwijger en AT5. Mijn naam is Servas en dit is de staat van het water. Vanavond gaan we het hebben over hoe staat het met het water in Amsterdam en misschien ook de rest van Nederland. En als je kijkt naar namelijk vergelijking in Europa, staat het niet zo goed. Maar aan de andere kant, het is een stuk beter dan vroeger in de jaren 70. Nou, daarover gaan we met heel veel mensen hier in Pakhuis praten. Mensen hier aan tafel en na de opname van dit gesprek ook mensen hier in de zaal die fysiek zijn. Wil je de volgende keer erbij zijn, dan kan dat. Kom dan gewoon naar ons toe. Op dezwijger.nl staat onze agenda, alle mooie programma's die er nog aankomen. Als je dit overigens live kijkt, moet je wel even wachten tot het nieuwe jaar, tot 9 januari. Want dan hebben we weer echte live programma's. Al deze programma's zijn gratis toegankelijk. Dat houden we heel graag zo, want aan de democratie kan je geen prijskaartje hangen. Maar zou je dat toch willen steunen, dan kan dat door zo meteen via de QR-code bijvoorbeeld vrienden te worden. Mag wel, hoeft niet. Vanavond is gemaakt in samenwerking met het waterschap Amstelgooi en Vechten met Waternet. Laten we beginnen bij het begin. We hebben de waterexpert van Waternet, Maarten Abouter. En jij werkt voor Waternet, maar je doet heel veel voor het waterschap Amstelgooi en Vecht. Mag ik een groot applaus voor Maarten? Want dat is toch altijd wel een belangrijk moment. Waarom is vandaag zo'n belangrijk moment om te spreken over het water? Nou, we zien in het water dat we met elkaar een enorme uitdaging hebben. We hebben zoveel te doen. We zien op veel plekken het water en de waterkwaliteit achteruit gaan. En we moeten aan de bak. En niet alleen, maar met elkaar. En dat is denk ik de uitdaging waar we het vanavond over willen hebben. Ja, en ik zei net al, ik verwees naar kaderrichtlijn water, van de Europese kaderrichtlijn. En daar, op basis daarvan is een soort van schema gemaakt van alle waterkwaliteit in Europa. En dat doen we het niet zo goed. Nee, we scoren duidelijk. Er is eigenlijk een heel spel op de wagen gezet door zo'n Europese wet. Hè? Want de kaderrichtlijn water is de wat ambtelijke naam voor een Europese wet. Gewoon, hoe schoon is het water en hoe goed kan je erin zwemmen? Ja, nee, niet zwemmen. Nee? Die wet verplicht ons eigenlijk om in beeld te brengen. Wat is er? Hoe is de waterkwaliteit? Mm-hmm. Hoe is de ecologische waterkwaliteit? Wat voor stoffen zitten er allemaal in het water? Gifstoffen, stoffen die, die je niet wil. Mm-hmm. Dat moet je in beeld brengen. Je moet begrijpen waarom het is zoals het is. Je moet nadenken over maatregelen. Die moet je met elkaar afspreken en daarna nemen. En zo is het hele spel. En we zitten nu in het stadium waarin er veel gesproken is. Ja. We zijn maatregelen aan het nemen, iedereen die meedoet aan dit spel. En we moeten nog heel veel maatregelen nemen tot de einddatum van het spel, 2027. Waarom is 2027 de einddatum? Wat is gebeurd er dan? Nou, de wet is uit 2000 en aanvankelijk stelde de wet in 2015 willen we klaar zijn. Dat zetten we ver weg, 15 jaar de tijd. Er is tijdens de hele periode is er uitstel gegeven. En twee keer een uitstel van 6 jaar. En nu is 2027 de einddatum. Ja, eigenlijk om te kijken, is er boter bij de vis? Ja. Heb je de informatie, heb je de maatregelen genomen en heb je de goede toestand bereikt? Ja. Want dat is uiteindelijk het grote doel. En ik zei net dat het eigenlijk niet zo goed staat. Dat we ook in Europese ranglijsten niet goed staan, best wel laag zelfs, in waterkwaliteit. Klopt dat? Klopt die aanname? Ja, als we kijken naar de staat van het water, die we dus ook in beeld brengen. En die volgen we ook al over jaren. Dan zien we op sommige plekken waar enorme veranderingen zijn aangebracht, zie je verbetering. Maar op verreweg de meeste plekken zie je achteruitgang. En eigenlijk is het aardig, er is een beeld van een kaart puur om te zien hoe rood en hoe blauw die is. Ja. Er zit gewoon heel veel rode vlakken waarvan we zien dat sinds we meten de waterkwaliteit aan het achteruitgaan is. En dat terwijl de Europese wet stelt, ken de waterkwaliteit en grijp in zodat die vooruit gaat, zodat je doelen haalt. Maar dit is dus een kaart van het waterschap, van het grondgebied, of eigenlijk watergebied, ja, van het waterschap. En die rode vlekken is het achteruit gegaan. Ja. Hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat het frame zou zeggen, de waterkwaliteit is en daarna grijp je in en dan wordt die beter. Ja. En als je dat gedaan hebt, dan haal je doelen. Maar dat frame klopt niet helemaal. Het is een beter frame om te zeggen, de waterkwaliteit is de spiegel van de samenleving. En een goede waterkwaliteit
weerspiegelt een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Want wat we eigenlijk zien, overheden kunnen maatregelen nemen en ingrijpen, maar de samenleving bepaalt uiteindelijk de eigen leefomgeving en daarmee de waterkwaliteit. En daarom is het nu zo belangrijk, we spannen ons in, op sommige plekken gaat het vooruit, maar we zien dat er door druk, klimaatdruk, gebruiksdruk, het achteruit gaat met de waterkwaliteit. En eigenlijk moet het gesprek zijn dat we met elkaar zien, hoe komt dat? Wat is ieders gedrag? En we moeten met elkaar, spiegel van de samenleving, eigenlijk zorgen dat die spiegel een goede waterkwaliteit en een goede samenleving daarmee laat zien. Ja, maar om dan nog even heel scherp te hebben, die achteruitgang, dat kan dan komen door dus inderdaad droogte van de zomer. Of dat kan komen dat mensen iets in het water gooien, of dat kan komen door hoopregels. De waterkwaliteit is het resultaat van alles, de optelsom, de bottom line. En alles wat daar dus gebeurt en alles wat je daarin als voorbeelden geeft, ja, dat kan op een plek een reden zijn waarom het aan de bottom line toch moeilijk is. Gaan we dan die 2027 halen? Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn of moeten we dat aan het einde van de avond pas bezien? Ik denk dat we met z'n allen aan de bak moeten. Ja. Dat overheden de maatregelen moeten uitvoeren. En dat het heel mooi zou zijn als we met z'n allen mee gaan doen. Mm-hmm. Wij hier allemaal aan tafel. Allemaal in een zaal, allemaal in de samenleving. We moeten aan de bak om te zorgen dat we uiteindelijk die doelen halen. Dus het gaat niet vanzelf. Nee. En het is ook niet, we leunen achteruit tot de overheid het wel of niet gedaan heeft. Het is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. En de overheid moet daar natuurlijk een grote bijdrage aan leveren door dingen te veranderen die niet bij mensen liggen. Hè. Het bouwen van een gemaal, dat vraag je niet aan bewoners van een gebied. Dat is gewoon een taak van een waterschap. Ja. En is dat ook dus dat gaan met elkaar in gesprek, is dat wat je hoopt over te houden na vanavond? Ik denk dat we vanavond in gesprek gaan. Ja. Ik denk dat dat gesprek ook al gevoerd wordt, maar dat we het verder aanjagen. Ja, en dat dat dan door zal rollen tot we uiteindelijk in 2027 met elkaar aan de finish staan. Hè? Ja. Ja, super. Eigenlijk zou je altijd al zijn vanavond, maar met jou zou ook zijn een van de bestuurders van het waterschap Amstelgooi en Vecht, namelijk Sander Mager. Maar helaas kon hij door omstandigheden niet aanwezig zijn. Tot volgende keer is hij zeer welkom hier. Wel fijn dat jij hier bent, dus dank je wel daarvoor. Laten we verder gaan, want we hebben namelijk meer mensen hier aan tafel. En specifiek Jasper van Kempen, jij bent specialist waterkwaliteitsrecht bij de Universiteit Utrecht. En verbonden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dank je wel dat je er bent. En ook hier is Francis Soet. En jij bent medeoprichter en operationeel directeur van de Great Bubble Barrier. Ik vind het een prachtige naam, de Great Bubble Barrier. Maar ja, dat gaan we zo meteen ook zien wat het is. Mag ik een groot applaus voor Jasper en Francis? Ik hoef jullie natuurlijk niet te vragen of jullie dit soort kaarten kennen en de situatie kennen van hoe goed gaat het met de waterkwaliteit in ons land. Maar ik ga je toch stellen, hoe goed gaat het met de waterkwaliteit in ons land? Ja, het werd net ook in de zaal al gezegd. Dat is heel lastig te beantwoorden. Het gaat slechter, wat Maarten net liet zien. Maar het gaat beter dan het vroeger ging. En waterkwaliteit bestaat uit zoveel dingen. Ja. Net wat we net zagen was een kaart, als ik het goed zag, die over specifiek waterplanten ging. Dat is één van de kwaliteitselementen van de kaderrichtlijn water. En wat die kaderrichtlijn water doet, is die heel goed beschrijven, heel precies beschrijven wat een goede waterkwaliteit is. Of eigenlijk hebben we dat zelf gedaan op grond van die richtlijn. En waterplanten is daar één element van. Stofjes is een element, de pH, de temperatuur van het water, hoe makkelijk vissen kunnen migreren door een waterlichaam heen. Kleinere waterorganismen dan planten. Dat geeft een heel gevarieerd beeld. En als je alles op elkaar plakt, dan kun je ook een kaartje maken. En dat is wat de kaderrichtlijn water eigenlijk van ons vereist. Dat al die kwaliteitselementen en al die stofjes in die goede toestand verkeren. Dus het is een optelsom van al die dingen. En zodra er eentje niet in die goede toestand zit, dat heet het one-out-all-out beginsel, dan is het hele waterlichaam niet goed. En inderdaad scoren we vooral op dat eindoordeel als Nederland slecht op de Europese lijstjes. Is dat dan verwijtbaar? Daar kun je een hele discussie over voeren. Maar als je het puur op dat eindoordeel vergelijkt, staan we slecht. Het wordt wat genuanceerder als je kijkt naar de individuele kwaliteitselementen. Dan zie je ook voor bepaalde kwaliteitselementen wel een verbetering door de tijd heen. En de laatste tijd zien we op bepaalde elementen weer een verslechtering. Maar individuele kwaliteitselementen, dat is dan bijvoorbeeld waterplanten? Ja, of dat is dan hoeveel vissen rondzwemmen? Ja, van welke soort? Ja, precies. En op sommige gaat het achteruit, op sommige gaat het. Maar waarom gaat het dan op sommige achteruit? Wat gebeurt er dan? Is dat wat Maarten net omschreef? Het gewoon ook gewoon moeilijk te omschrijven?
Het hangt van heel veel dingen af. En wat ook lastig is, dat we niet volledig doorgronden nog de mechanismen die maken, met name wat de ecologie betreft. Natuurlijk hebben we er veel inzicht in, maar we begrijpen het niet volledig. Wat maakt dat als je een bepaalde handeling verricht, wat dat dan doet met de waterkwaliteit. Ja. En omgekeerd ook als je een bepaalde verbetermaatregel uitvoert, wat dat precies bewerkstelligt. Natuurlijk hebben we daar voorspellingen over gedaan. En daarom hebben we ons maatregelenpakket opgebouwd, hè, gedurende al die jaren die Maarten net noemde, vanaf 2000 al. Maar blijkbaar doet het niet precies wat we van tevoren voorspeld hebben. En waar dat dan precies aan ligt, zal van geval tot geval weer kunnen verschillen, kan ik niet in het algemeen iets over zeggen. Maar we kunnen dus niet zeggen waarom, ik weet niet hoe België het doet, maar België of Frankrijk of Duitsland, waarom zij het beter doen dan Nederland? Ja, dat hangt van heel veel dingen. We hebben ook natuurlijk andere doelen, hè? We hebben onze eigen doelen opgesteld. Oh, we hebben onze eigen doelen misschien te streng gezet. Of zijn misschien niet streng genoeg. Nou ja, op zijn minst is het een indicatie dat je wel enige ambitie hebt vertoond. Als je al je eigen doelen niet haalt, dan heb je ze dus wel ambitieus vastgesteld. En wij meten ook heel zo? Veel. Nee. Ja, nee, dat is een ambitieuze manier om te formuleren. Maar de vraag is of dat... Want ik weet dat niet. Jij zegt dat nu tegen mij. Maar is dat inderdaad zo? Wij mochten dus zelf onze regels vaststellen? We moesten het zelf doen. En we hebben het gedaan. Elk land heeft het gedaan. En daar zie je ook verschillen in. En natuurlijk binnen een land kun je daar ook over mening over verschillen. Dat is voer voor ecologen. Die denken ook niet allemaal precies hetzelfde over hetzelfde vraagstuk. En wat er nog bij komt, dat we ook allemaal op verschillende manieren, of althans in verschillende maten, meten hoe het ervoor staat. Ja. Dus het is heel lastig. Ik heb ooit een vergelijkend onderzoek gedaan over de Kruidige Water om te zeggen dat land doet het beter dan dat land. He, bijvoorbeeld als je het in geld uitdrukt, besteden wij heel veel geld in Nederland aan het waterbeheer. Maar we halen dus heel veel doelen niet in het eindplaatje. En ja, of je dan heel slecht doet, dat is heel lastig te zeggen. En Maarten, help. Maar. Nou, ik denk dat er ook wel... Ik zie ook wel duidelijk een verklaring waarom Nederland het moeilijker heeft om in dit spel succes te hebben dan bijvoorbeeld Duitsland. Nederland is gewoon heel dicht bevolkt met heel veel activiteit. Ja. Dus we zijn een intensief land. Ik ga voor mijn plezier wel eens wandelen in Duitsland. Ja, daar heb je toch bosgebieden, dus ook productie natuurlijk. Maar daar voelt toch de druk op onze omgeving op sommige plekken minder dan dat we dat in Nederland op veel plekken zien. Maar er is dus wel degelijk, via die, als je het op die manier bekijkt, je kan dus wel zeggen dat Nederland het slechter doet dan Europa, alleen, of dan de rest van Europa, maar hoe, omdat het niet allemaal evenredig gemeten wordt, is het moeilijk om het volledig in balans met elkaar te brengen. Is dat hem? Dat is een van de elementen. Net als een van de elementen is dat we inderdaad die druk binnenlands hebben. Dat we ook druk van het buitenland hebben. Wat andere landen op een andere manier hebben. Elk land heeft zijn eigen uitdagingen qua ecosysteem. En daarom is het ook logisch dat je als land je eigen doelen vaststelt. Want je kan niet een soort ecologische benadering over heel Europa van Spanje tot Zweden uitrollen. Nee. Want die ecosystemen verschillen nou eenmaal heel erg. Ja, dan moet ik dat inderdaad gewoon loslaten. Ik heb een soort van Eurovisie Songfestival of EK vormen met ranglijsten. Maar dat is niet de juiste frame. Het gaat gewoon om algehele verbetering van de waterkwaliteit. Nou ja, en uiteindelijk word je afgerekend op die doelen. En daar doen we het niet goed genoeg op. Dat is wel duidelijk. Ja. Super. En het is Europese regelgeving, maar dat is ook verankerd tussen Nederlandse wetgeving. Ja. Hoe komt dat dan tot uiting? Waar heeft dat dan effect in zo'n wetgeving? Betekent dan dat we boetes krijgen omdat het te laag is? Dat kan. Ja, dus wat de Nederlandse wetgeving doet, is eigenlijk één op één die richtlijn, de Europese wet omzetten, wat die doelen betreft. Mm-hmm. Dus dat hebben we gewoon netjes één op één gedaan. En wat daarnaast de wetgeving doet, is natuurlijk allerlei activiteiten reguleren. Bijvoorbeeld het lozen vanuit een chemische fabriek of de bouw van een waterkrachtcentrale die de vismigratie kan belemmeren, et cetera. Het lozen van afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties van bijvoorbeeld AGV. Dat is allemaal gereguleerd. En sommige zijn wat beter gereguleerd dan andere activiteiten. Maar het verschil dus tussen Europese richtgeving en Nederlandse wetgeving, of regelgeving en wetgeving, is dus dat die wetgeving een vertaling is naar de Nederlandse context van wat Europees niveau is afgesproken. Oké, maar dan is dat helder, want dan kunnen we namelijk ook verder gaan. Wat betekent dat dan direct voor onze omgeving? Want als je dan kijkt, het is dus niet goed, het moet beter. Zijn er dan ook echt middelen wat de regering kan zeggen, of misschien een waterschap of een ander waterschap, van daar moeten we harder op doorpakken? Dat kunnen we dus wel sturen? Zeker, ja. En dat zit er met name in de maatregelen die Maarten net noemde. We moeten met z'n allen aan de bak om maatregelen te nemen. Dat zijn in de eerste plaats zijn dat de waterbeheerders die daarvoor aan de bak moeten.
Maar dat zit ook op andere beleidsterreinen waar waterbeheerders wat minder over te zeggen hebben. Zoals? Er zijn bepaalde sectoren, zoals de agrarische sector, waar waterbeheerders niet echt over gaan. Maar wel heel erg afhankelijk van zijn in het bereiken van de doelen. En die zijn als het ware, zijn die sectoren een beetje buiten de waterwetgeving geplaatst. En gaat het dan over, bijvoorbeeld wat het hele gesprek is over waterpeil in polders? Of gaat het dan over effect van bijvoorbeeld landbouw op de waterkwaliteit? Dat laatste bedoel ik hier, ja. Dus bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Of de mestemissie, dus die nutriënten in het oppervlaktewater brengt. Daar heb je geen vergunning voor nodig als boer als je dat wilt doen en dat komt in het oppervlaktewater terecht. Anders dan een fabriek die een stofloos in het water heeft, er wel een vergunning voor nodig. Ja. Francis, je bent van de Great Barrier, of Bubble Barrier, de Great Bubble Barrier. Dus ik vernoemd naar de Great Barrier Reef, dat wilde ik gaan zeggen. Grote rif, koraalrif voor de kust van Australië. Waar is het en wat is het, de Great Barrier Reef? De Great Bubble Barrier. Je ziet er hier één, maar er ligt er ook één een stukje dichterbij hier in Want Amsterdam. Waar is dit? Dit is in Katwijk, vlak voor het uitwateringsgemaal bij Katwijk. Mm-hmm. Deze ligt er sinds deze zomer, maar al sinds 2019 ligt er hier in de gracht, dus bij Westerdorpsplein, dat is deze. Dit is de uitwatering eigenlijk van de Prinsengracht richting het IJ. Deze ligt er al 3 jaar. Plastic te vangen, dag en nacht. Dus als je van de Prinsengracht over de Haarlemmerstraat heen steekt en dan kom je uiteindelijk bij het IJ en dan dat stukje voorbij het spoor en daar is die bubbels. Ja, klopt. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, gaan morgen gewoon fietsen. Ja. Ik kan ook in Google Maps een 360 view. Maps. Ja. Wat is het? Het is een bellenscherm. We plaatsen een buis op de bodem, geperforeerde buis, daar pompen we lucht doorheen. En dan krijg je een scherm van luchtbellen in het water. Ja, mm-hmm. Dit is een visualisatie. Die opwaartse beweging van die bellen brengt materiaal mee naar de oppervlakte. Maar het grootste effect zit eigenlijk in de plaatsing ervan. Dus hij staat diagonaal op de waterweg. Mm-hmm. Wat betekent dat materiaal wat met de stroming meedrijft, het bellenscherm tegenkomt en via het bellenscherm naar het afvangsysteem, het opvangsysteem wordt geleid. En daar wordt het plastic bewaard. En in dit geval in Amsterdam verwijderd door Waternet. En in Katwijk door de gemeente. En op die manier kunnen we eigenlijk 24/7 materiaal uit de grachten tegenhouden. Zodat het niet het IJ opgaat en via het IJ in de Noordzee terechtkomt. En we doen dat specifiek voor plastic. En het belemmert niet de doorvaart van schepen, zoals je hier ziet. Dus die kunnen er gewoon overheen. Wat doet dat met de waterdieren? Met vissen en vogels? Daar, in principe zijn de meeste riviervissen zijn gewend aan bubbels. Ja. Maar er zijn een aantal soorten waarvoor dat iets spannender is. Zoals bijvoorbeeld de alen, weten we eigenlijk nog heel weinig vanaf. Dus in samenwerking met Waternet hebben we daar onderzoek naar gedaan. Dit is eigenlijk nog niet conclusive, dus er moet meer onderzoek gaan plaatsvinden. En dat gaat volgend jaar gebeuren. Wat we wel zien is dat er heel veel vogels zijn die graag op de bubble barrier zwemmen. En hun nekken onder water steken, want er is blijkbaar iets te eten te halen. Wat weten we ook nog niet precies, maar wat we in ieder geval zien is dat die veel plastic uit het water haalt. En daar zijn over het algemeen heeft de ecologie daar baat bij. En dat is natuurlijk ons doel. Daarom ligt hij daar. Dat is mooi. Er is een voorbeeld, Maarten, in Amsterdam. We hebben net een heel stuk gehad natuurlijk over hoe heel Nederland de waterkwaliteit is. Is dat vergelijkbaar in Amsterdam als in de rest van het land? Of is het erger hier of juist minder erg? Wat moeten we aan denken? Nou, eigenlijk iedere plek heeft zijn eigenheid. Ja. En dat zei Jasper net ook al. Daarom moet je heel specifiek kijken wat er op een plek aan de hand is. Dus en dat is voor Amsterdam een ander verhaal dan voor Polder de Ronde Hoep. Om maar een buitenplaats te noemen, buiten Amsterdam. Hè, dat is vrij in Amsterdam. Dichtbij Amsterdam, dat is net onder Oude Kerk aan de Amstel. Ja, maar dat is een veenpolder met sloten. En Amsterdam, dat is een stad met grachten en een Amstel en polders. Daaromheen de Watergraafsmeer. Dus dat is een heel andere setting dan een veenweidepolder. Maar het water van de Amstel stroomt wel vanaf de Ronde Hoep naar Amsterdam toe. Ja, nee, maar dat is dus geen effect. Of wel een beetje, maar hoe? Het is het leuke van het landschap. Het hangt inderdaad allemaal samen. Ja. En daarom moet je heel precies zijn in
nou ja, sowieso de staat, die breng je in kaart. Maar om ook te begrijpen en te verklaren waarom is het met het leven hier zoals het is. Ja. En op het moment dat je denkt dat te begrijpen, dan kan je in ieder geval een poging gaan doen om de ecologie te helpen. En daar is het spel op gebaseerd dat we ook doelen gaan halen. We hebben zelf inderdaad mogen uitrekenen. Wat is die invloed? Wat kan je erop doen? Welke doelen kan je halen? Wat is plausibel? Dat is allemaal narekenbaar, hè, en verifieerbaar en ook volgens regels. Maar het komt er wel op aan om de vinger op de goede, zere plek te leggen en niet in algemeenheden. En ik ben eigenlijk heel erg blij dat er allemaal initiatieven uit de maatschappij zijn, ja, die ook kijken naar wat is de voetafdruk op het water, bijvoorbeeld van de mensen in de stad die plastic genereren. Wat genereren we niet aan plastic, hè? Aan sigarettenpeuken, aan als je die vrachten in je verbeelding haalt, nou ja, dat komt dan langs een bubbelbarrier. Dat kan niet alleen maar een overheidsmaatregel zijn die zegt, gooit u rustig in het water en wij ontzorgen u. Maar dat is dus inderdaad wat mensen dus te veel makkelijk misschien iets weggooien wat dan in het water terechtkomt. Maar als je een stap terug gaat, dus het water komt uit de Amstel gooien of het Vecht. Ja. En dat komt allemaal via allerlei routes, komt dat dan hier terecht. Ja. En wordt dat dan hier heel veel beïnvloed? Of wat gebeurt met dat water? Ja, nou, als je dit was een kaartje met die kleuren, de vorige van de zoutgehaltes in Amsterdam, zoals, ja, die gemeten zijn. Ja. En zo zijn er allerlei metingen. En dit is gewoon een aardig kaartje waarin je Amsterdam Grachtenstad ziet. Hè. Je ziet de Amstel binnenkomen, zo'n beetje van onder. En je ziet de Amstel doorstromen, je ziet de grachten. Elk puntje in deze plaat is een, iedere minuut meet een boot die door de grachten vaart de waterkwaliteit, in dit geval het zoutgehalte, de zoutconcentratie. Ja. En ieder minuut staat dus voor een kleurtje. Links zie je de zomer van 2018, heel droog, het zout, ja, uit het IJ komt binnen. En dan gaat het in september heel hard regenen en dan komt het naar buiten. Dit is maar een verbeelding. Wat we proberen te begrijpen is, hoe werkt het water in het landschap? Ja. Wat is dan het transport van stoffen? Hoe vormt zich het waterleven daarin? En wat beperkt dat? En welke maatregelen kunnen we nemen met elkaar? Welke opgave hebben we met elkaar om het leven een betere kans te geven en doelen te halen? Maar om het dan eens inderdaad inzichtelijk te maken, dat betekent dus, wat gebeurt er met die waterkwaliteit? Je ziet hier dus dat als het droog is, wordt het water dus in de grachten zouter. Ja, door het IJ. Omdat gewoon water uit het Noordzeekanaal via de sluizen hier in Amsterdam terechtkomt. Ja. En dan verder het land opkomt. En op het moment dat er veel water in de Amstel zit, dan wordt dat water teruggeduwd. Ja. En dan wordt het minder. Ja. Maar dat lijkt me, dat is één element wat de waterkwaliteit beïnvloedt. Ja, en zo breng je eigenlijk het hele spectrum in beeld. Ja. En hebben we een duiding waar we ook een weer nationale systematiek van ecologische sleutelfactoren. Dus dat zijn de factoren waarvan we met elkaar denken dat die de waterkwaliteit en de ecologische waterkwaliteit bepalen. Ja. Die brengen we in beeld. En dan krijg je daarop scores en zeg je van, nou, een van de factoren in Amsterdam is bijvoorbeeld het gebruik van het water. Er wordt op heel veel plekken heel veel gevaren, waardoor het water troebel wordt. Ja. Nou, dat is dan typisch iets, dat zien we terug. Die troebelheid vertaalt zich in dat er geen planten in grachten groeien. En op het moment dat je dus één gracht meer planten zou willen krijgen, de ringvaart van de Watergraasmeer, zien we dat, daar varen geen boten. Ja, daar zie je helder water met waterplanten. Het is gewoon zo simpel, een bootvaart erheen, water gaat omhoog en dan wordt de bodem eigenlijk constant, ja, geklutst. En als ik dan kijk naar jou, Jasper, zien jullie dat ook, dus dat die waterkwaliteit in Amsterdam dus, is dat dan verbeterd? Is dat ten opzichte van, zeg maar, de jaren 70? Of laat ik het anders zeggen. Iedereen die in de jaren 90 in deze stad is geweest, weet dat je toen niet in de gracht kon zwemmen. Ik weet niet of het nu een goed idee is, maar mensen doen het. We hebben volgens mij daar een mooi plaatje voor. Daar moet ik even op interrumperen. Ja. Objection. Ja. Nee, de mensen die nu in de grachten zwemmen, ja, die doen dat in een water die vergelijkbaar is met officiële zwemwater. Hè. Oh, dus wel. Het is niet alleen maar het gevoel, oh, we zijn dapper en we doen het. Nee, ook in de metingen, op het moment dat hier mensen zwemmen, ja, lijkt het op een officieel zwempunt. Ah. En het water is dus daadwerkelijk zo schoon geworden
door de afvalwaterzorg, hè? De riolering. Maar dat is dus nu nog steeds zo. Dus als je niet alleen rondom dat evenement wordt, is dat water zo schoon? Nee, op, altijd zo schoon. Op vrijwel alle dagen van het jaar, behalve als het heel hard regent en de riolen lopen over. Dan is het, naar schatting 15 dagen per jaar is de waterkwaliteit daardoor beïnvloed. Ja. Op 350 dagen van het jaar is de waterkwaliteit vergelijkbaar met die op officiële zwemputten. Dus ga nooit zwemmen op het moment dat het net hard geregend heeft. Precies. Dat lijkt me dan heel verstandig. Ja. Maar om dan toch nog bij punt terug te komen, want in de jaren 90 was het niet verstandig om te gaan zwemmen in de grachten waar het nu misschien wel, of tenminste een goede waterkwaliteit heeft. Is dat vergelijkbaar met de rest van het land dat die verbetering is geweest? Dat durf ik niet te zeggen. Nee maar het geeft weer aan het voorbeeld van hoe veeldimensionaal het probleem is. Want de kwaliteit van zwemwater, dus de gevaren die zwemmers lopen, worden met name beïnvloed door bacteriën en poep. Ja. Bijvoorbeeld. Dat heeft weer niks te maken met het plaatje van die waterplanten net. Nee. En dus als daar de hele tijd boten varen, dat is slecht voor de waterplanten. Maar je kan er prima zwemmen. Ja. En plastics, plastic is nog weer een ander verhaal. Ja. Want plastic staat helemaal niet in de K-richtlijn water. Nee. En is dus helemaal niet vormgegeven in die mooie doelen voor 2027. Ik hoop dus dat we duidelijker werden. We hebben een soort van handvaten, maar ik hoor eigenlijk alleen maar meer uitzonderingen en dat het moeilijker is om verder te komen. Een grote lijn is wel degelijk dat door wetgeving uit 1970 bronnen beperkt zijn en dat daardoor de afvalwaterzuivering op gang gekomen is en dat je in heel Nederland fosfaten omlaag ziet gaan, fosfaten uit wasmiddelen, betere afvalwaterzuivering, meer bewustzijn met mestgift in de landbouw. Ja. Wel degelijk is het zo dat er grote verbeteringen op gang zijn gekomen. Maar dat leidt tot misschien wel goed zwemwater, maar nog niet tot het goede waterleven. Goed zwemwater, daarvoor hebben we een stap extra nodig. Goed zwemwater is dus niet hetzelfde als gezond water per se. Nee. Zijn we dan op goede pad als land? Doen we de juiste dingen? Is de wet en regelgeving goed genoeg aangesloten op wat nodig is om dat sneller te krijgen? Nee, wat ons betreft nog niet. Nee. Dus er ontbreekt regelgeving over plastic en water. Sterker nog, het is er helemaal niet. Dus alleen partijen die daarin zelf initiatief nemen, zoals waterschap Amstel Gooi Vecht, die zegt wij willen graag iets doen tegen microplastic. Mm-hmm. Daar is iets van beleid, maar in de kaderrichtlijn water is er niks opgenomen over plastic en is het nog maar de vraag of als er een nieuwe versie komt in 2027 of daar dan iets over. Ik kan me voorstellen waarom het belangrijk is, maar ik weet het niet helemaal. Okay. Waarom is het belangrijk dat het opgenomen wordt? Wat we nu zien is dat er heel veel partijen heel enthousiast zijn over geweldig, jullie hebben een oplossing om het uit het water te halen en dan hebben we allemaal hele enthousiaste ambtenaren. En die staan dan, die lopen dan vast. Ja. Want maar waarom ambtenaren, is zo slecht in het water? Ja, er zijn eigenlijk allerlei verschillende gevolgen. Je hebt natuurlijk de verstikking, verstrikking en verslikking. Mm-hmm. Dus heel veel dieren krijgen het binnen of raken erin verschrikt. En dat zorgt gewoon direct voor dode, gewonde en vergiftigde. Maar plastics bevatten vaak weekmakers en koppelen zich aan giftige stoffen in het water. Dus zodra plastics worden opgegeten, krijg je ook giftige stoffen binnen. En grotere plastics vallen uiteen in water onder invloed van zonlicht in microplastics. En die microplastics, ja, die zitten inmiddels overal. Ja. Die zitten in je drinkwater, die zitten in je bier, die zitten zelfs in honing, wat via het maag-darmstelsel van bijen is gegaan. Die zitten in moedermelk, die zitten in placenta's. Die zitten overal. En als je van de bron eigenlijk in de wateromgeving wil aanpakken, dan moet je eigenlijk de grotere plastics daaruit halen. En die, daar dus in ieder geval voorkomen dat er meer microplastics in het water gaat komen. En het is gewoon heel slecht voor de hele ecologie, voor het hele stelsel. Ja, en er zijn ook veel bronnen van microplastics, zoals je wassen van kleding, autobanden, verf. En heel veel in de bouw ook natuurlijk. Dus alle kunststofmaterialen daar, die komen ook vaak in het water terug. Goede oproep. En voor jou, Jasper, wat zouden Amsterdammers kunnen doen, of andere mensen in het hele land, om die waterkwaliteit te verbeteren? Je gaat morgen een stuk wandelen. Wat moet je anders doen? Of misschien moet je iemand bellen? Nou ja, als ik het op het voorbeeld van de vorige spreker betrekken. Het is niet helemaal waar dat er geen regelgeving is, maar er is geen doel voor microplastics. Maar natuurlijk mag je niet zomaar microplastics in het water gooien. Dus als je gaat wandelen, zorg er dan voor dat het niet in het water komt. Hè.
En zorg ervoor bij je aankoopgedrag dat je niet de producten koopt waarbij het risico bestaat. Dat het misschien niet door jou, maar voor degene die met jouw producten vervolgens aan de slag gaat in de afvalverwerking, dat de kans daarop zo klein mogelijk wordt. Maar in principe mag het niet. En waar jij voor zorgt is te proberen dat het er weer uitgehaald wordt. Maar je moet het natuurlijk aan de bron aanpakken. Zorg dat het er niet in komt. Mag ik een groot applaus voor Francis Soet van The Great Bubble Barrier en voor Jasper van Kempen van de Universiteit Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dank jullie wel voor de bijdrage. We gaan naar het volgende deel. Na deze opname gaan we uiteraard nog verder in gesprek met Francis en met Jasper. Maar aan tafel schuiven we nu Lian Poa, initiator van Drinkable Rivers. Fantastisch project ook, waarmee je onder andere de Maas, maar ook volgens mij de IJssel inmiddels en andere fijne plekken afgelopen bent om ervoor te zorgen dat je een glas water uit de rivier kan drinken, omdat dat belangrijk is. Dan meteen mag ik vertellen waarom. Naast jou zit Rosanne van Halsema. En je bent onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, NIOOKNAW. Is de afkorting daarvan. Welkom, mag ik graag applaus. En om dan maar meteen bij het eerste te beginnen. Hoe laat je nou... Ik hoopte een soort van in kader te krijgen wat we nou moeten doen. En ergens heb ik hem. Dat ik weet, je moet gewoon beter omgaan met de omgeving en we moeten harder werken om te zorgen dat er geen extra vervuiling in dat water komt. Maar hoe luisteren jullie naar het vorige gesprek? Ja, ik borrel, barsten, er zitten heel veel woorden en dingen. Ja. Nou, ik denk één ding wat ik niet heb gehoord, dat we het allemaal willen. Dat we willen dat het water gezond is, dat het goed is. Met het water, met al het leven. Het leven water, het leven op het land. Dat we dat willen en dat we dan vanaf van dat punt gaan kijken wat is daar allemaal voor nodig. En daar dus heel consistent in zijn. Eigenlijk is het zo simpel. En ik kan naar allemaal details toe gaan. Maar ik denk dat je dan, dat je op een gegeven moment niet wil, dat er dus nu elke 1,4 seconden komt er een onbekende, ongenormeerde stof in onze leefomgeving. Dit is wereldwijd. Mm-hmm. Nog een keer zeggen? Elke 1,4 seconden komt er een nieuwe, ongenormeerde, onbekende stof in onze leefomgeving. Ja, waarom komt dat in onze leefomgeving? Want dit is dus iets, het kunnen ook stoffen zijn die helemaal geen effect hebben. Maar we weten het niet, het effect. En dus, waarom kunnen we het... Ik denk dat het gewoon heel makkelijk zou zijn als we zouden zeggen, we willen pas dat het in onze leefomgeving van ons allemaal gaat komen, zodra we weten dat het levengevende kwaliteit heeft in plaats van levenafbrekende kwaliteiten. En dat zou dan gelijk een hele kentering in het hele vergunningstelsel. We moeten anders gaan innoveren, komen andere stoffen, andere gewoonten. Dat wil niet zeggen dat we helemaal niks meer kunnen, maar wel anders. Maar je zegt dus inderdaad, we moeten meer laten merken dat we willen dat het water beter is. En eigenlijk zeg je ermee, we willen eigenlijk met z'n allen, ik neem aan dat iedereen die aan tafel net zat, gewoon beter waterkwaliteit wil. Maar we willen met z'n allen in ieder geval onvoldoende dat het water beter wordt. En daarom, is dat de punt waar we nu zitten? Dat we het onvoldoende willen? Er zijn zoveel andere prioriteiten, dus we zijn zo druk. Maar als de basis van al het leven het water is, dan moeten we het ook zo benaderen. Dat het in eerste instantie start het bij het water. Vervolgens is dat gelijk één op één met de bodem, waar alles voedsel vandaan komt. En daarop kan je dan vervolgens alle andere prioriteiten gaan baseren. Maar als het niet goed gaat met het water, ja, dan heeft al het leven daarmee te maken. Ja. En nu is het inderdaad zowel soms te veel water, soms te weinig water, soms te vervuild water. En die vervuiling kan, waar we het net eens over hadden, vanuit kaderrichting water ook ecologisch dus... terecht, te snel naar zee, dat het niet de grond in kan komen. Er zijn zoveel elementen van die staat. Maar ik denk dat doordat we willen dat we ons afvragen, hoe gaat het met ons zelf? En de staat van het water is ook met hoe het met ons gaat. Dus dat vond ik heel fijn dat Maarten dat ook net zo noemde. De staat van het water is de spiegel van onze samenleving, zoals Maarten dat zei, toch? Ja, en ik denk dat hij, dat is iets wat ik ook dus jaren zeg, van het is een indicator, het laat zien hoe wij leven. En daarin zeg ik dus vanuit drinkbare rivieren, als we dus dan weer een wereld hebben waar we kunnen drinken uit onze rivieren,
dan gaat het dus goed. Dan is het, gezond en in balans. Ja, en dat geeft een enorme aanvulling op een bestaand kader waar je normen hebt en zegt, en hoe is het nou en wat moeten we dan doen om die te gaan halen? Met al die nieuwe stoffen en al die nieuwe invloeden is er inderdaad een ander richtpunt nodig, zoals een drinkbare rivier, een zwembare stad, een verplant en dierleefbare stad. Hè? We hebben richtpunten nodig die ons niet alleen maar administratief beperken tot wat we weten, maar die ook de drukken in beeld brengen en dat we als samenleving daarmee aan de slag gaan. Dus mijn vraag eigenlijk van net, van hoe zit dat nou met de regelgeving? Eigenlijk doet het er niet toe, omdat het meer over de globale zin van de staat van het water gaat, die gewoon beter moet worden dan wat we nu doen. Als je de kaderrichtlijn water leest, dan gaat het ook over dat in 2027 alle wateren in ecologisch goede kwaliteit moeten zijn. Ja. En in die zin is er ook een blinde vlek te vullen, dat proberen we in ons project te doen, waarin al die kleine wateren die niet per se gemonitord worden voor de kaderrichtlijn water, we proberen in kaart te brengen hoe daar de waterkwaliteit ecologisch is. Ja. En om daar inzicht in te krijgen. En jullie project is het burgeronderzoek Vang de Watermonsters. Ja, dat klopt. En daar ga je zo meteen gaan we zo weer over. Maar hoe luister jij naar het eerste gesprek? Ja, ik hoor dan wel dat er dus die kaderrichtlijn water wil dat we ecologisch op een topniveau zijn. We hebben daar doelen ingesteld die vaak over een zesjescultuur gaan. Omdat we allemaal iets willen van water. Er zijn zoveel functies aan water. Er moet gezwommen worden, gevaren worden. Dus daar zijn allerlei doelen gesteld. Hebben we het nog niet eens gehad over al die kleine slootjes, grachtjes, stadsvijvers, waar niet eens doelen voor zijn, die ook ecologisch op orde zouden moeten zijn in 2027. Dus ik denk wel dat we inderdaad voor een hele grote opgave staan met z'n allen. Ja. Net, Maarten sprak natuurlijk met Francis over de Great Bubble Barrier hier in de gracht in Amsterdam, maar ook bij Katwijk. Dit is maar één voorbeeld van hoe je de waterkwaliteit kan verbeteren en hoe je ook echt aan de bron, dus niet schoonmaken achteraf, maar vooraf voorkomen dat het vies wordt. Wat voor projecten kun je hier in de stad doen of nog meer doen om dat voor elkaar te krijgen? Waar moeten we dan aan denken? Ik denk dat veel van de projecten, van Rozan en Lian, maar van veel mensen die zich inspannen om het water in beeld te krijgen, om het met elkaar te gaan kennen, te gaan leren kennen, je ertoe te gaan verhouden, iets te willen, dat heel veel van dat soort initiatieven heel belangrijk zijn om de samenleving aan te krijgen en het belang van water, zoals jij dat kleurrijk beschrijft, hè, bron van het leven, om dat op orde te krijgen. Daarvoor moeten we een betere blik krijgen op het water. En dat vind ik ook van het Citizen Science project. Dat verzamelt en meer waardevolle gegevens, want wij meten in al het water de waterkwaliteit, maar natuurlijk op een smalspoor. We meten op de meeste momenten en op de meeste plekken absoluut niet. Mm-hmm. En omdat mensen daar wel interesse voor hebben en die interesse ook gewekt wordt door dat soort projecten, krijgen we een veel bredere blik, een veel gezamenlijker blik, bedoel ik, op onze leefomgeving. En ik denk dat dat heel belangrijke aanvulling is op de beperkte handvatten die je als overheid hebt. Ja. Want Lian, die hebt het project Drinkable Rivers. En Rozan, die hebt het project van waar je mee bezig gaat met Vang de Watermonsters. En dan met dat laatste project te beginnen. Wat voor een project is dat? Een burgeronderzoek? Ja, en burgeronderzoek betekent dat iedereen mag meedoen aan het onderzoek wat wij doen. Dus burgers kunnen een soort opleiding volgen via een training of een webinar om te leren hoe meet je nou eigenlijk de waterkwaliteit. En vervolgens proberen we in het Vang de Watermonsters project met hun alle kleine wateren in Nederland in beeld te brengen. Ja. Dus die niet standaard voor de kaderrichtlijn water gemonitord worden. Dus die kaart die we net zagen, waar er ook volgens mij stukjes waren, moet nog gemeten worden. Dat soort watertjes gaan jullie dan meten? Ja, dus een aanvulling op dingen die waterschappen. Je zit te knikken? Nee, deze kaart is gebiedsdekkend. Maar we meten heel veel minder in plekken die niet verantwoord hoeven te worden naar Brussel toe. Daar geldt ook dezelfde wet. Ja. We meten daar minder. Maar omdat je maar zoveel kan meten als dat je kan organiseren, is het een zeer welkome aanvulling om veel intensiever en met veel meer mensen een blik op het water te hebben. En helder, met veel meer mensen te meten. Maar die kleinere watertjes ga je dus meten en mensen kunnen daarin meedoen. Allereerst, ik wil meedoen. Hoe doe ik dat? Je kunt je aanmelden bij ons op de website. Ja. En dan kun je burgerwetenschapper worden. En wat dan is de website? www.vangdewatermonsters.nl. Volgend zomer gaan we weer van start en kan iedereen meedoen.
En dan kun je de waterkwaliteit gaan meten. En daarvoor meten we een aantal dingen. Dus we lijken op de kaderrichtlijn water in die zin. Dus we laten mensen inschatten hoe de waterplantenbedekking is. Dus of we, zoals hier op het plaatje, de sloot vol kroos ligt. Of dat er onderwaterplanten zijn. We laten ze helderheid meten. Daar heb ik wat voor meegenomen om te laten zien hoe dat gaat. Wow. Dan laat je zo'n schijf... Als je hem aan de andere kant van je doet, dan kan hij beter op camera komen. En vooral iets naar voren. Zo'n schijf laten we dan zakken in het water, totdat je het verschil tussen zwart en wit op de schijf niet meer ziet. En dat zegt iets over de helderheid van het water. En mensen kunnen dit eenvoudig zelf maken, want niet iedereen heeft dit natuurlijk in huis liggen. Ja. Maar je kan dit zelf maken van een oud cd of een yoghurtdekseltje. Als je die enigszins verzwaart, dan kun je zo'n meting al uitvoeren. En wat is jouw rol bij het onderzoek? Ik ben junior onderzoeker bij het onderzoek en ik heb de opleiding van deze burgerwetenschappers gedaan. Ik heb van het zomer een aantal van die eikmetingen gemaakt. We hebben de resultaten geanalyseerd, daar een rapport over geschreven. Dus met alle onderdelen van het project hou ik me bezig. En eikmeting is gewoon wat ze standaard nu, op basis waarvan je kan kijken, wordt het beter of slechter? Nee, ik heb exact dezelfde metingen als de burgerwetenschappers gedaan. Om te kijken, hebben ze begrepen zoals ik het ze heb uitgelegd? En kunnen we al die metingen meenemen in het eindoordeel van de waterkwaliteit? Want naast waterplanten en helderheid hebben ze ook met een schepnet waterdieren bekeken. En vullen ze zo'n buisje met water en die sturen ze naar ons op. En dan meten wij daarin de nutriënten die in het water zitten. En daarmee proberen we dan een beeld te vormen van de waterkwaliteit in die kleine wateren. Duidelijk. Wat doen jullie met die data? Wij gebruiken die data om kennis te delen, om inzicht te krijgen in die kleine wateren. En dat delen we vervolgens weer met het brede publiek. Om bewustwording te creëren over hoe staat het nou eigenlijk met de waterkwaliteit in die kleine wateren. En om terug te koppelen aan deelnemers, maar ook om te delen met waterschappen als aanvulling op hun metingen. Ja. En Lian, ja, dat volgens mij een mooie tool ook wat jij kan toepassen in je werk. Je hebt onder andere de hele Maas afgelopen, maar heel veel andere fascinatie over rivieren en de drinkbare rivieren. Je hebt ooit een keer, midden in COVID, hebben we elkaar gesproken over een documentaire die jij ook hebt gemaakt. Dus mensen die dat willen zien, duik even op ons YouTube-kanaal, dan kan je dat terugkijken. Maar er is ook zo'n moment geweest, dat vond ik een mooi, fascinerend moment, dat jij stond aan de Maaskant in die documentaire in Rotterdam. En dat je zei, ja, dit is mijn rivier, daar wil ik uit kunnen drinken, daar wil ik zeg maar mee verbonden kunnen zijn. En dat kan niet, en dat vind ik vervelend. Zeg ik hem zo goed? Ja, maar ja. Wat doe je vragen? Nou, wat is het moment dat je realiseerde dat is niet normaal? Want de meeste mensen denken, ja, logisch dat je niet uit de Maas kan eten of uit drinken bij Rotterdam. Ja, oké. Dus wat gebeurde er dat je zegt, van dit klopt ze niet? Dat was niet aan de oever dus van de Nieuwe Maas, maar dat was aan de oever van de Rupertrivier in Canada, waar ik dus een maand lang de rivier kon drinken. Ah, ja. En daar besefte ik me, oh, waarom kan dat thuis niet? Nu snap ik hem. Ja. Ja. En toen ging ik terug en eigenlijk bleek dat niet zo'n gekke vraag. Want we maken ook letterlijk drinkwater dan van het oppervlaktewater. Van het water in de Maas. En dat vond ik wel even ook van het vorige deel. Wat het water overal ergens anders betekent. Wij in Nederland maken we dus drinkwater van die wateren. En dat is in heel veel landen is dat niet nodig. Die kunnen dan grondwater pompen, bijvoorbeeld. Dus die hebben een heel andere relatie tot het water. Maar voor ons is het zo'n intieme relatie dat we daarvan afhankelijk zijn. Ja. Dat het zo belangrijk is, extra. Maar goed, daar is eigenlijk dus door die ervaring is mijn verlangen gegroeid. En werd ook voor mij duidelijk, want die ervaring werd verstoord, dat 3 jaar later kon dat niet meer, ook in de Rupertrivier. Omdat dat zo snel was, besefte ik van, eigenlijk is dit normaal. En dat in zo'n korte tijd kapot gemaakt wordt, dat is niet normaal. En ik heb toen zelf gezegd van, dit wordt mijn persoonlijke kompas. Hier ga ik kijken van, welke keuzes kan ik wel maken, welke niet. Hoe kan ik bijdragen aan een drinkbare rivier? En ik merkte, naarmate dat ik dat deed, dat keuzes, het is ambitieus. Dus de keuzes het wordt ergens makkelijker op. Je kan heel goed afwegen van, werkt dit wel of niet richting een drinkbare rivier? Dus ik merkte van, oké, dat helpt mij. Ondertussen gaat ons bewustzijn omhoog. Hebben we ook inderdaad allerlei doelen gesteld. Maar de staat van ons water
het klimaat, de biodiversiteit, gaat ondanks dat bewustzijn wat omhoog gaat, los van dat er ook heel veel dingen goed gaan, maar gaat het ook achteruit. En dacht ik, we hebben iets anders nodig. We hebben iets nodig wat ons richting geeft, wat ons helpt gezamenlijk ook te navigeren. En daar wat we nu doen is dus op stroomgebiedniveau. Ja. Mensen verbinden. Water is onze bloedband. We zijn rivierfamilies. Dus inderdaad, een van de elementen is ook, ons water komt ook uit al die andere plekken. Dus we moeten ook afspraken maken over die hele stroomgebieden. Om te gaan zorgen voor het water. En stroomgebiedniveau is dan dus echt, als het gaat over de Rijn bijvoorbeeld, helemaal van Zwitserland naar hier. Ja. Inclusief alle riviertjes die in de Rijn uitstromen. Ja. Dat is ja, daar ben je eigenlijk een rivierfamilie mee. Precies. Ja. Ja, en het heeft denk ik hele mobiliserende werking. Dat je ervan uitgaat dat hoe water de basis is voor ons allemaal. Als je dat beseft, dan is het zoiets verenigend. Het maakt een soort gelijkwaardigheid om vanuit die kant te gaan kijken, oké, wat willen we dus dan met het water? En dan zeggen, we willen die gezondheid voor al dat leven, voor ons. En dan zeggen, oké, wat hebben we daarvoor nodig? En dan is dus ook regelgeving dus echt heel belangrijk. Mm-hmm. Dat dan ons gaat helpen om dat ook te gaan realiseren. Alleen dus de Europese richtlijn zorgt dan dus voor nationale regelgeving, voor lokaal ook echt actieplannen. Ja. Maar hoe wil je dat dan versterken met dat platform van Drinkable Rivers? Nou, dat we dus allemaal dat willen. Als we nu gaan in welke willekeurige supermarkt over de intercom zouden roepen, wie kent de kaderrichtlijn water? Nou, wat krijgen we dan te horen? Maar als je vraagt, wat betekent een drinkbare rivier? En kijk eens in je wagentje wat daar allemaal aan bijdraagt. Ja, dan begrijpen mensen wat dat betekent. Dus het is iets wat je voelt, wat je begrijpt, waar je betrokken bij voelt. Ja, maar dan hebben we dus inderdaad, we weten wat er dus gebeurt. We hebben net een paar voorbeelden gezien hoe je het positief kan verbeteren, hoe je het inzichtelijk kan maken. En jij laat dus eigenlijk door jullie projecten, laat je dus zien wat er gebeurt er nou in dat water en hoe staat het ervoor en de noodzaak om het beter te maken. Wij doen trouwens ook burgeronderzoek. Ja. En dat is ook nu een open oproep. Daar waar mensen, dus wij werken dan niet alleen met individuen, maar we werken met groepen. Mm-hmm. Die dan weer met hun individuen werken door het hele jaar door. En wereldwijd kijken wij. En we hebben ook een eigen dataplatform ontwikkeld. En dit is allemaal ontwikkeld zonder geld. Maar met heel veel passie en heel veel kunde. En dat is zo bijzonder om te voelen dat wij, onze invloedssfeer is zo groot. Yeah. Elk individu, elke straat. Echt, onderschat je niet. Dus jij hoort bij die staat van het water. Ja. Hoe kunnen mensen jou helpen in dat onderzoek? Hoe kunnen ze je aansluiten? Nou, dus door mee te gaan doen. En dat is dus drinkablerivers.org. Daar kan je ons vinden. Ja. En dat is waanzinnig. Maar je kan ook heel laagdrempelig. Word weer verliefd op je rivier. Ga daar naartoe. Ga daar je belangrijke vergaderingen houden. Je colleges, je besluiten vormen. Dat je weer voelt hoe dat water een rol speelt in ons leven. En vervolgens, hoe eet je? Eet je lokaal in het seizoen, biologisch, meer plantaardig? Wat voor afmiddelen gebruik je om dingen schoon te maken? Is dat ook letterlijk schoon of breekt dat weer af? Of, er zijn op zoveel fronten waarbij je actief Je kan bijdragen. En als we dan kijken naar Amsterdam, concreet van wat kunnen wij nu hier in deze stad doen? Zouden we de kaart daarvan op de achtergrond kunnen zetten? Ja, zeker mag dat. Want we hebben natuurlijk bijna letterlijk een hele tijd onze rug naar het ei gekeerd. Ook. En dat hebben we nu omgeruimd. Die kaart. Deze, ja. Deze kaart laat eigenlijk een soort waterkaart zien van het landschap. Dit zijn boezems, Amsterdam, blauw en paars. En aan de andere kant van het kanaal, wat midden doorloopt, van Wijk bij Duurstede naar IJmuiden, De Vecht. En daar weer voorbij boezems. Eigenlijk kan je je vinger op een plek leggen en begrijpen waar je bent in het stroomgebied. En dat is wat je doet op het moment dat mensen daar een meting nemen, die daar belangstelling hebben voor die plek. Ja. Of dat mensen met elkaar wandelen. En dan gaat het verhaal niet over abstracties, maar dat gaat over plekken. En ik denk dat dat een hele sterke aanvulling is op ons
laten we zeggen, overheidsadministratieve verhaal, wat een kader geeft en een opgave stelt, een Europese opgave stelt. Hè, een kader, letterlijk. Maar mensen moeten maar dus veel daarbinnen meer moeten we in beweging komen. Mensen moeten veel meer connectie naar het water krijgen. Ja. Yeah. Ja. En hoe gaan we dat dan? Ja, natuurlijk mooie voorbeelden hebben jullie genoemd, maar hoe kan bijvoorbeeld het waterschap daarbij helpen? We proberen dat best al lang, ja, maar we hebben nu nog 5 jaar tot eind 2027 om echt een in beweging te komen. Hè? Dus de urgentie is zo groot. Dus ik denk dat dit soort avonden, ja, bewustzijn van mensen, met elkaar mee gaan doen, het er met elkaar over hebben. Zoals je het ook hebt over het verwarmen van je huis door de omstandigheden. Het moet het gesprek ja, van de dag worden eigenlijk. Hè? Ja, en ook dus inderdaad van wat betekent water voor jou? En dat je daar eigenlijk gezamenlijk dus beseft van hoeveel water. Weet je wel, welke herinneringen hebben we van het water? Van afgelopen weekend hebben we natuurlijk genoten van de pret van het water. Van het schaatsen, inderdaad het zwemmen. We hebben daar ook hele mooie herinneringen aan. Dus dat gaat leven, dat gaat groeien. En vervolgens dat je die verbindingen maakt. Dat je ook hoe de IJssel, het invloedt het IJsselmeer en ook weer voor heel veel drinkwater hier in deze regio, dat je ook ziet van, oh ja, het is niet alleen maar dit gebiedje, maar dit is weer verbonden, dit komt weer helemaal vandaar. Ja. En denk ik ook stemmen, dus de waterschapsverkiezingen, daar kan je ook weer laten zien wat jij belangrijk vindt. Ja, op 15 maart, zeg ik uit mijn hoofd, zijn de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen en dan kan je stem ook uitbrengen. Op allerlei websites van partijen staat natuurlijk meer informatie over wat verschillende partijen willen. En we zullen er vast nog een mooi programma over maken, wat daar dan allemaal te kiezen valt. Maar Maarten, als ik nu kijk naar deze regio, naar Amsterdam ook specifiek. Ik probeer toch te kijken, van, we hebben een beetje proberen te kijken van wat gebeurt er nou in die waterkwaliteit? Wat is die staat van dat water nou? Ja. Nou, de staat is, we moeten niet te pessimistisch zijn, want het is beter in de jaren 70. Maar we kan nog steeds niet uit de Amstel drinken. En dat zou eigenlijk wel moeten als je een gezonde relatie met het water wil hebben. En dan toch, ik probeer hem toch nog een keer. Maar hoe kan ik gewoon als inwoner van deze stad helpen om dat voor elkaar te krijgen in mijn dagelijks leven? Kijk, het drinkbaar zijn van de Amstel is een richtpunt wat een soort ordenend principe is van wat vind ik van mijn winkelkarretje, is het voorbeeld wat je geeft. Het is niet dat we daadwerkelijk het water uit de Amstel willen gaan drinken, daar is het ook te brak voor. Maar het richtpunt is heel belangrijk. Ik denk dat het kraanwater is heerlijk uit de duinen. Dus, ja, uit de duinen. En uit de, ja, maar waar kwam het dan vandaan voordat het in de duinen was? Zeker. Ja. Ja. Uit heel de veel uit de 70% ongeveer uit de IJssel. Ja. 20% uit Vecht. Weet je, en dat komt weer uit Duitsland. En uit, nou ja, goed, en maar een heel klein beetje van het regenwater. Dus ja, wat er in de duinen ligt. Ja. Ja. Maar wij Amsterdammers handelen. Waar moeten we heen? Er was een bericht op nos.nl over dat er zoveel karpers gevonden zijn in een polder. 100 grote karpers, foto erbij, zulke joekels. En mensen hebben zich een nacht ingespannen om de dieren te redden. En eigenlijk is het zo, wat doen die karpers daar? Dat is een grote liefhebberij. Maar die bederven daar de waterkwaliteit. Op het moment dat we dit soort dingen, dat je die ziet, ja, dit is niet een maatregel die bij ons als eerste op de lijst staat. Maar het is wel een invloed die we als maatschappij, die wij, en dan ben ik zelf ook een inwoner van Amsterdam, als inwoners op onze leefomgeving hebben. En er zou veel meer bewustzijn moeten zijn. Wat betekent het met wat ik hierover denk, wat ik hierover doe, voor de staat van het water? En dat bewustzijn moet echt snel op gang komen. Anders halen we doelen niet. Want dan bepaalt de samenleving met elkaar dat we de stad krijgen die we verdienen. En de laatste, wat betekent dat er concreet? Waarom is dat erg? Wat gebeurt er? Omdat als onze leefomgeving niet volhoudbaar is en als plant en dier daar geen plek kunnen vinden, ja, dan zijn we aan het in een stervend systeem aan het ontwikkelen. Ja. En je wil in een volhoudbaar, levend systeem verder leven. Dank. Ja. Dus als we op straat lopen of langs de gracht lopen en je ziet dingen, iets wat bijna in de gracht valt, pak dat dan op. Zorg dat we dat soort dingen niet de grachten en de rivieren vervuilen. Maar ook laat niet zomaar je schildpad vrij. En je filtersigaret in miljoenvoud, hè, in de omgeving in de stad. Hè, dat is allemaal plastic. Ik zou nog heel graag lang met jullie doorpraten, maar we hebben nog één heel kleine, of ze nog de laatste borrels zijn die je nog wil delen. Want ik zie jou
Nee, is er iets wat je nog wil toevoegen of heb je? Oh ja, nou ik zou dan, we hebben een boek geschreven, Drinkbare Rivieren. Ja. Nou, dat geeft veel meer ook het poëtische verhaal van onze betrokkenheid als mensen bij het water. Dat wellicht kan dat een opstapje, als je in eerste instantie denkt, wat heb ik nou met het water? Wellicht kan dat een handje helpen. Kunnen we dat allemaal nog gaan lezen. Heel veel andere mooie plekken en mooie boeken en gedachten die we nog langs kunnen laten gaan. Hier in Pakhuis gaan we natuurlijk ook nog heel veel programma's daarover maken. Hebben we ook gedaan. Wil je die andere programma's nog kijken, kan je kijken op dezwager.nl en op het YouTube-kanaal om dat allemaal gratis terug te kijken. Mag ik in ieder geval een heel groot applaus voor onze sprekers hier vanuit Waternet en Waterschap Amstelgooi en Vecht. Maarten Auwater. En van uit Drinkable Rivers, Lian Paa. En natuurlijk Rozan van Halsema van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Grote applaus graag. En dit was dit gesprek, deze editie van de Groene Transitie. Zoals net al zei, we gaan er vaak over doorpraten. Op 15 maart zijn dus de waterschapverkiezingen. We gaan hier nog een gesprek voeren over wat betekent dat dan? Wat voor keuzes ga je doen? Is niet een politiek debat, want die zijn er al genoeg. Maar wel van wat voor een soort van keuzes kan je maken. En langs welke meetlat kan je het leggen. Dus wat heb je als je dit wil bereiken? Welke keuze moet je dan maken? En daar gaan we met heel veel mensen over doorpraten. Er komen natuurlijk heel veel andere gesprekken nog aan. We zijn er wel heel even uit rond de kerst. Maar begin januari zijn we hier in Pakhuis gewoon weer terug. Op dezwijger.nl, zoals net al zei, is er veel meer te volgen wat we nog allemaal voor mooie gesprekken gaan voeren. Graag tot de volgende keer. Mijn naam is Servas en fijne avond. Doeg.